Het slechte weer zal tot vrijdag aanhouden. Dat voorspelt het Nationaal Meteorologisch Centrum. De aanhoudende regens die op eerste paasdag begonnen, hebben grote gebieden blank doen staan. Vooral Paramaribo Noord en Zorg en Hoop hebben te kampen met wateroverlast. Het weer wordt volgens het Meteorologisch Centrum beïnvloed door een storing. De wind verplaatst zich vanuit het noordoosten met snelheden tussen 0 en 25 km per uur. Af en toe zal de wind in snelheid toenemen tot 40 km per uur. In de middag van 5 april zullen de buien toenemen. Aan het eind van de nacht ontstaat er in bepaalde gebieden nevel. Mogelijk mist, meldt het Nationaal Meteorologisch Centrum op haar website.